Cool. Kom Bart, even een interview voor de race. Welkom bij weer een nieuwe video. Je zult denken waarom een wielrenpak en een motorbike. Bart en ik hebben onszelf ingeschreven voor het WK MTB Eliminator. Wat morgen is. Ja, we moeten wel even trainen eigenlijk. Dus we gaan vandaag even trainen. Kon je mooie tijd mee? We hebben ons vorige week ingeschreven, dus een week voorbereiding. Om het WK mee te mogen doen. Moet je een coronatest hebben gedaan. Daar heb ik nog een heel mooi beeld van Bart. Die vond het echt geweldig. Hier komt even dat mooie shot en daarna gaan we even lekker trainen. Zin in Bart? Beetje zenuwachtig. Ja? Ja. Het ding gaat veel je neus in, jongen. Ja, volgens mij wel. Gaat helemaal tot hier. Hier achter ons hebben we de test. Ik hoor Bart gewoon van binnen uitschreeuwen. Ik ben benieuwd naar zijn reacties. Ik vond het helemaal niet zo erg. Godsam. Ze zegt mond open en je moet En ik dacht, oh, hij zit er nog niet echt diep in. Dat is wel goed, hè? Steek ze nog even dieper. Ik hoorde jou gewoon krokken als een buiten. Ja, echt, joh. Kwaliteit. Dat was bijna geen WK meer. Bijna voorop gedaan. Race day. Ben je er klaar voor, coach? Born ready. Het is nu 7:30. 10 uur kunnen we inschrijven. Het is ongeveer 2 uur en een kwartier rijden. Ik zou zeggen, we gaan die kant op. Ik zou niet zeggen dat hier een WK was. Vergeten over 2-3 uur. Wat mooi, hè, Nick? Ja. Dat is een trek wel weer. Ben je er al uit of het 1 of 2 rondjes? Nou, ik hoop 1 rondje. Het parcours is vrij lang, maar hier komt de finishboog. Dus ik hoop dat ze hem hier neerzetten en dat 1 rondje is. Hoop ik. Teammember, begeleider. Teammanager. Oh. Professioneel hoor. Ik ben ook niet begeleider. Moet ik ook naar de teammanager meeting of?
attack, attack. World champs eliminated on track. Practice starts. Die vloer die ziet er gewoon zo glad uit als ijs. Spring die bult. Ben je fit dan? Hartslag 180, eerste rondje al. Wel? Niet normaal, het is zwaar jongen. Maar ik had hem wel helemaal. Ja, hij was dik. Volgens mij is het een beetje glad, of niet, Danny? Ja, ja, dat is het zeker, ja. Ze bevinden zich op glad ijs. In Tialf hebben ze meer grip. Ja. We waren allemaal overtuigd dat de eerste 32 doorgingen. We deden er 34 mee, dus dat moest wel lukken. Maar nu gaan de eerste 16 door bij de tijd. Zenuwachtig? Valt mee. Okay. Dadelijk als wij moeten is het droog. Nu is het nog een beetje nat. Dat is gunstig. Ja. Wat zijn je verwachtingen? Ik hoop dat ze door de kwalificatie heen komen. Dat ze bij de eerste 16 zitten, maar het gaat wel hard hierover. Ja. Er moet hard gestreden worden. Ja, ja, ja. Ze moeten aan de bak. Ja. Het is geen vakantie, het is geen toertocht. Juist. Wat zei je? Zenuwplasje. Succes, boys. Achtste, lekker pik. Kom aan. Goed. Kom aan. Rustig aan. Pace. Kom aan, boom! Zoveel fouten! Waar ligt dit dan aan? Aan de banden druk of mijn houding? Of gewoon te veel sneller, wat jij echt niet had. Ja, maar hun gaan allemaal zitten, dus ik denk dat hun nog te... Jij was best wel aan het trappen nog, ik denk dat je te hard ging, man. Ja, ik ging hier daar uit de klik, ik kwam zo over die beeld erin. Wat een groot succes. Twanny, jij moet de eer van de BMX'ers hoog houden, hè? Ik had gehoopt dat ik met een van de jongens in de heat kon zitten, dan konden we met z'n tweeën voorop en dan gewoon het gat dicht houden. Dan komt niemand er langs. Maar ja, dat gaat nou niet op. De tijdrit was één ronde, zometeen mag je de twee. Ja. En zoals je hoort, ik kan er goed praten, dus ik heb nog wel zin in. Nog wel. Maar twee rondjes, amai. Ik lig er zelf uit. Dat is jammer, maar ik heb wel echt veel zin om 12 red zo meteen te zien gaan. Pas finale. We staan nu in de stad.
Ja, ik hoop dat hij gewoon slim rijdt, dan kan het wel. Want ik denk dat hij harder kan sprinten dan de rest. We got the fastest rider in qualification, Lorenzo Sebastian. And in number 2 on the 8th bike, your world champion BMX category, Red Bull rider, Tom van Gent. Two wise, we'll get a ticket for the next round. Come on, 20, oh kut! Come on, come on! Alright, it's a black race thing! Doe daar niet zo gek, jongen! Goed, come on, lekker pik! Come on, 20! Come on, 20! 20 gaat als de brandweer! Come on, 20! Zo van Gent, de rest! Hé, de rest! Binnen, 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 steek! Oh, dat gaat niet goed! Nee! Nee! Come on, 20, stop! Spring! 20! Kom op, kan nog! Je kunt het! Kan nog! Kom op! Door! Ik denk best netjes, dacht ik. Ik dacht halverwege de eerste ronde, ik denk hij wordt wereldkampioen. Toen ik daar op mijn plaats ging, toen had ik niks meer. Ik denk gewoon elke keer net zo. Maar jij slipte weg en je lag daar weer op kop. Ik reed helemaal mijn. Ik stond erachter en ik reed. We zijn sneller. Nee, ik was tot daar slimmer. Overal hield iedereen op, joh. Gewoon wat mooi. God, nou leuk WK, dan kunnen we naar huis. Was gezellig. Bedankt Leuven. Tot de volgende keer.